In samenwerking met Nametags wordt deze video mogelijk gemaakt. Aan deze actie is het een hele leuke winactie. Deze website hebben we dus Nametags ontworpen. En dan ziet het er zo uit. Ik denk dat die wel cool is voor Tim. Ik heb hem hier dus op het labeltje geplakt, zodat hij als hij in de was gaat, dat het naamstickertje er mooi op blijft zitten. Kijk eens wat ik voor je heb. Wow. Vind je het mooi? Ja. Vind je het ook mooi? Kijk deze, en dan is het weer eens met de USB-tje. In samenwerking met Nametags wordt deze video mogelijk gemaakt. Ik heb deze Nametags gekregen van ze en ze hebben mij gevraagd of ik hier een video over wilde maken. Om te laten zien hoe je ze kunt gebruiken, wat je ermee kan doen en hoe je ze kan customizen. Dat heb ik gedaan. Het is me alleen niet heel erg goed gelukt om het met beeld gefilmd te krijgen. Dus ik heb het met de camera gedaan. Ja, excuses voor dat. Maar goed, ik heb wel een poging gedaan om te laten zien hoe ik ze heb gecustomized. En als je op de website bent, dan wijst het zich vanzelf eigenlijk wel. Want het is niet zo heel moeilijk. Ik kon dat zelfs. Dus kijk mee naar deze Nametag video. Dit is de homepagina van Nametags.nl. En op deze website hebben we dus Nametags ontworpen. Tenminste, ik heb ze bedacht. Agnes heeft een beetje gezegd van wat ze mooi vond. En ik heb ze besteld. En kijk, we hebben bijvoorbeeld voor Sanne. Vul je hier de naam in. Ontwerp je label. Dat is hier bovenin, ontwerp je label. En heb ik de voornaam van Sanne. Sanne is gek op paarden. En nu heb ik gezien dat ze ook paarden logootjes hebben. Dus we gaan op ontwerp. We gaan even op zoek naar het paardje, want ik heb natuurlijk al een beetje gekeken. En hier zitten allemaal hartjes achter. Maar Sanne is een beetje een van de sterretjes, zeg maar. Die heb allemaal hele leuk. Je hebt hier een paarse achtergrond. Je hebt een blauwe, een gele, een beetje movie-stijl. Kijk, en hier zie je dus hoe die dan wordt. En door hier op het pijltje hieronder te drukken, dan kom je eigenlijk in steeds meer mogelijkheden. Bolletjes, bloemetjes, puntjes. Maar wat ik zei, sterretjes. Plus, je kan nog kiezen welke lettertype je mooi vindt. Dan heb je hieronder heb je bijvoorbeeld kinderhandschrift. Dat ziet er dan zo uit. Maar ik vind zelf handschrift eigenlijk wel een beetje het mooist. Ik vind die kleurtjes ook wel heel erg leuk. En paars. Deze voegen we toe aan het winkelmandje. We willen nog meer labels. Want Tim wil natuurlijk ook heel graag zijn eigen labeltje. We maken even blauwe letters voor hem. Dan drukken we op ontwerp. Tim is wel van de brandweerauto's en de politieauto. Dus die gaan we even opzoeken. Politieauto voor Tim. Dan willen we nog een andere achtergrond voor Tim. Die is wel mooi. Maar ik vind dan die blauwe letters toch niet zo mooi. Dus ik ga weer even terug naar letters. Ik maak ze wit. En dan ziet het er zo uit. Ik denk dat die wel cool is voor Tim. Ik voeg nog een label toe. Want we hebben nog een kindje natuurlijk. En dat is Rosa. Nou denk ik dat een lieve heersbeestje of een vogeltje. Dan nog een andere achtergrond. En je hebt hier echt zoveel mogelijkheden waar je allemaal op kan drukken. Moeten jullie maar zelf gaan kijken. Dan kan je zien wat de mogelijkheden allemaal zijn. Maar voor Rosa vind ik het wel leuk om iets met hartjes te gaan doen. Roze hartjes. Rosa. Ja, en dan mocht ik van Nametags ook nog voor mezelf eentje uitkiezen. Hoe cool. Wel leuk om op mijn agenda te plakken en dat soort dingen. Janneke. Je moet wel even opletten. Want je kan maximaal 15 tekens kun je, ik weet niet of jullie dat goed kunnen zien. 15 tekens kun je neerzetten. Dus een achternaam gaat niet. Ja, het gaat als je een korte achternaam en een korte voornaam hebt, inderdaad. Of je zet de achternaam op de volgende regel. Dat kan natuurlijk ook. Want je kan hier bijvoorbeeld 1, 2, 3, kan een 06 nummer bijvoorbeeld kan je er nog onder zetten. Dus als je kind een weglopertje is, dan zet je lekker je 06 nummer eronder. Plak je dat in de kleding. Hoppatee. Kind kan zo weer teruggevonden worden. Dat is een optie. Je hebt 3 regels tot je beschikking. Dus hier kan ik ook nog bijvoorbeeld thuis, weet ik het. Zie, kun je er allemaal nog opschrijven. Dus wat jij zelf gaat bedenken voor die 3 regels, die kun je er lekker in kwijt. Ik doe alleen mijn voornaam, want dat vind ik leuk. Dan is die lekker groot op het label. En ik ga hem even customizen. En ik hou van de kleur. Ik laat hem even op paars en ik ga eerst even ontwerpen. Ik ga eerst even een leuk plaatje zoeken. Volgens mij is dit wel een Janneke ding. Die is wel cool. Ja, met die randjes. Ik neem deze. Leuk pakketje is binnen. We gaan eens even kijken hoe we dat moeten aanpakken. Gebruik op spullen. Plak de gekleurde naamlepel op een proper en droog oppervlak. Wacht met wassen tot 24 uur na het toepassen van de zelfklevende naamlabel. En zelfklevende naamlabels als zijn vaatwas- en magnetronbestendig. Oh, dat is wel superhandig. Gebruik op kleding. Ik zal het even kort samenvatten. Je moet dus zorgen dat het op het etiket wordt geplakt. Dus op het labeltje in de kleding en niet gewoon op de kleding zelf. Ik denk dat hij dan loslaat. Hij moet dan 24 uur even erop zitten en dan kan je hem wassen. Tot
60 graden. Ja, ik vind het een uitvinding hoor, echt waar. Nou, ik ga deze mooie stickertjes, ga ik even op haar fles, op haar beker en op haar knuffeltje. Hier dus op het labeltje geplakt, zodat hij als hij in de was gaat, dat het naamstickertje er mooi op blijft zitten. Ik heb hem hier op de beker geplakt en ik heb hem hier onderop ook geplakt. Ik denk dat dat wel de handigste plek is. Er zullen ook nog wel andere mooie plekken zijn, maar ik vond hem hier onderop vond ik hem wel leuk staan. Zo. Het flesje is leeg van Rosa, dus we gaan meteen even kijken of die waterbestendig is, de sticker. En dan straks in de vaatwasser. Kijk eens wat ik voor je heb. Woehoe! Vind je het mooi? Ja. Vind je het ook mooi? Kijk, deze en Roos zijn het eens met de virusbeestjes. Ja. Dat is ook heel mooi. Ja, jij wilde ook eigenlijk wel, hè? Ja. Voor heel graag, want ik ga het op mijn drinken plakken. Oké. Gaan we. Hier eentje opplakken. Eentje Rosa, voor Tim. Het shot. En eentje voor Sanne. Zal ik je even helpen, Tim? Ja, kan je eentje afhalen? Dan mag je op je beker doen. Ah, ze voelen rubberig. Lekker. Yes. En op je tas eentje nog, toch? Ja, pak ik op je tas. En Tim? Mooi. Oh, mijn tas. Ja. En op jouw tas? Waar gaan we hem op je tas plakken? Hier op misschien? Oh ja. En ook, Tim. Hè? Ja, hierop zo. Ik denk dat het plakt. Ja, het plakt wel. Ze hebben gezegd dat dat moet plakken, Tim. Dus nu hebben we er eentje op je tas gedaan. Dus er bij iedereen Tim zijn tas. En dit hier... is wel grappig. Paard en paard. Ja. En Sanne die gaat ook eentje op de tas plakken. Ja. Dat is hier grappig. Wauw. Jij wil een foto maken van Sanne's, hè? Mooi, hè? Zo. Wauw. Wil een foto maken. En volgens mij had Tim nog een broodtrommel waar het op moest. Ja, heel erg. Ja? Ja. Ook op mijn pistool. Even kijken, zat hier een sticker? Waar is je sticker hier? Nee! Heb je daar geen sticker op? Nee! Janneke, ik kan dat niet doen, want ik heb een andere pro. Hier staat een sticker. Daar zit wel een sticker op. Ja. En moeten we hier nog een sticker op doen? Waar is een sticker? Oh, hier. Ik naast deze. Maar hier doen staat al mijn naam geschreven. Janneke, hier staat al mijn naam geschreven. Oh ja. Dus die hoeft niet. We gaan plakken. Wow, mooi man. En nog op mijn pistool. Kies me. Oh ja, dan moet ik ook even een team van maken. Ja. Als je hem dan mee naar school neemt, weet iedereen, die is van team. Ik heb een sticker. Zo. En nog op deze. En hoe vinden jullie die stickers? Oh, dit is heel mooi. Mooi? Ja. Tim, wat vind jij van die stickers? Dat vind ik meteen mooi. Ja, vind je het ook mooi? Meer? Mooier. De kinderen hebben hun stickers geplakt, maar ik had jullie nog wat beloofd. Aan deze actie is het een hele leuke winactie. Want ik mag dus één setje stickers, dat zijn 36 stickers die je mag uitkiezen. Of je nou naaibare, dus die je in kleding kan naaien, stickers wil nemen. Of dat je gewoon stickers wil nemen die je gewoon lekker kan plakken, die ik heb gekozen dit keer. Ik mag dus een setje verloten van Nametags. Dus, wat moet je ervoor doen? Abonneer je op mijn kanaal. Like deze video. Laat een reactie achter onder deze video. En dan maak ik bekend over een week wie de winnaar is. Wie de winnaar is van zo'n leuk setje Nametags. Helemaal gratis, kun je gewoon winnen. Dus... vind je het heel erg leuk om ook zoiets te gebruiken voor je kinderen of voor je kleinkinderen of wat dan ook? Abonneren, liken, comment. Dan trek ik na een week uit de hooghoed degene die gewonnen heeft. Nou, dit was de video voor Nametags. Ik ben helemaal enthousiast, want ik heb het op de fles van Rosa geplakt en ik heb het op de tuitbeker van Rosa geplakt. Oh ja, zal ik nog even laten zien. De fles is in de vaatwasser geweest. En kijk, het zit er gewoon nog helemaal... goed op. Volgens mij focust hij niet. Hey.
Kijk, geen hoekjes eraf. Het is nog helemaal mooi, de kleur ook. Ja, mijn camera is niet zo goed in focussen, maar de kleur, alles is nog mooi. Ik ben enthousiast. Ik zou willen dat ik dit vroeger had ontdekt voor mijn kinderen. Toen ik nog gewoon met een wit stickertje en een stift alles moest doen. Dat is echt een superleuk idee. Dus, abonneren, like deze video en laat een comment achter als je ook zo'n setje wil winnen. Over een weekje laat ik in een aparte video weten wie de winnaar is. Dus, heel veel succes voor iedereen die dit wil. En ik zie jullie allemaal weer in een nieuwe vlog. Doei!